Goedemiddag, we staan hier op de Heemhof en het is een heel mooi wooncomplex geworden. En ik geloof dat u er meer van kunt vertellen. Ja, ik ben de projectleider van dit project van Delta, vanuit Delta Wonen. We hebben hier 16 grondgebonden woningen gebouwd en 28 appartementen. En in die 28 appartementen zijn 5 MIVA-woningen opgenomen. Nou, u zult ze ook hier zien. Er zitten een aantal mensen met een rolstoel die gewoon met de lift gewoon lekker in hun eigen appartementje kunnen komen. Ja. En de rest is gewoon vrije sector, als ik het zo mag zeggen? Het is allemaal sociale huur. Dus we hebben 16 grondgebonden woningen en alle bewoners hebben een parkeerplaats hierachter in een ondergrondse parkeergarage. Daarnaast zijn er nog wat maaiveld parkeerplaatsen voor bezoekers. Is er ook een leeftijd aan gebonden? Dat je zegt van nou, dit is echt een ouderencomplex geworden? Nou, niet echt een ouderencomplex geworden. Er zijn wel meerdere mensen die wat richting de 50 plus gaan. Maar er zijn ook jongeren die hier wonen. Ja. Oké. Ik ken het natuurlijk als een scholengemeenschap. En dan sta je versteld van, het gaat tegen de vlakte. Dan zie je een kale vlakte. En dan denk je van, wat moet hier nou op terechtkomen? En als ik langs heen rijd, zeg ik, wat is dit mooi geworden? Ik mag jullie sowieso complimenteren. Dank u wel. Ja, het is inderdaad een heel mooi complex geworden. Mensen zijn ook allemaal heel erg enthousiast. En met name het hofwonen, wat u hier allemaal ziet. De mensen wonen echt met een achterdeur aan de binnentuin. En dat wordt met heel veel enthousiasme ontvangen. Mensen voelen zich echt hier thuis, wat ik heb begrepen. Nou, heerlijk. De heer Quint, u heeft dat ook allemaal, niet u alleen, maar bewerkstelligd met Delta Wonen. Was er een bepaalde doelstelling toen u aan het idee begon om zoiets op te zetten? De doelstelling was in ieder geval om sociale huur te bouwen. Op de plek van de Juliana van Stolberg school. En duurzaamheid was daarbij een heel belangrijk item. Het moest heel duurzaam zijn en wilde ook echt hier een mooi project, een echte kwaliteit realiseren. En ik ben ervan overtuigd dat dat gelukt is. Ja, kijk, aan de duurzaamheid kan ik zien de daken. Dat is met dat speciale mos kan het begroeid worden. En wat voor meer aan duurzaamheid komen we nu tegen in de woningen dan? Er is aan energieopwekking gedacht hier, dus zonnecollectoren. Er wordt warmte teruggewonnen die weer gebruikt wordt voor het bad- en douchewater op te warmen. En er is een duurzaam materiaalgebruik. Zodat de woningen ook extra lang mee kunnen en minder het milieu belast hebben tijdens de bouw. Nou, dat klinkt in ieder geval geweldig. En ja, nogmaals, die buitenkant en alles, die aankleding, het ziet er heel gezellig en leuk uit. De wethouder, u mag hem openen. Ja, ik mag hem straks openen. Kerstverse wethouder, zoals bekend gisteravond is het college van Kampen benoemd. Nog gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En vandaag ook mijn eerste optreden als wethouder wonen. Daarvoor had ik dus de portefeuille Financiën en Beheer Openbare Ruimte. En dit is een hele mooie aanvulling op mijn portefeuille. En als wethouder natuurlijk gelijk met zo'n zonnige, stralende dag op de eerste dag van je nieuwe functie zo'n project mogen openen van Delta Wonen voor de inwoners van Kampen. Ja, trotser dan trots kun je niet wezen, zeg ik dan maar. Mooier als mooi kunnen niet maken. Wat gaat u precies doen? Nou, wat ik ga doen, dat is natuurlijk heel veel mensen complimenteren. En vooral de mensen feliciteren die hier in het mooie nieuwe deel van Kampen mogen wonen. Waar, zoals net gezegd, de Juliana van Stolberg school 30 jaar heeft mogen staan. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus gewoon complimenteren, feliciteren. Want het is iedereen heeft dat verdiend. Dat is een gigantisch mooi project geworden. En in deze woningbouwmarkt met krapte is dat natuurlijk geweldig dat Delta Wonen maar blijft investeren in Kampen. Oh, dat zeer zeker. We hebben het een paar weken geleden ook maar mogen meemaken in de binnenstad. Dus het blijft heel mooi. Oké, u houdt uw speech, zullen we maar even zeggen, zometeen. En dan, hoe is de opening? Want dat mag ik aan u vragen, dat mag u aan mij ook verklappen. Ja. Nou, wij worden geacht sportief bezig te gaan. Samen met wat enkele nieuwe bewoners mogen wij kijken of wij het spel Jeu de Boule beheersen. Het is een prachtige baan hier weer aangelegd. En voor de mensen die wat veel vrije tijd hebben is het natuurlijk ideaal om twee dingen. Je blijft sportief bezig en sociaal ben je natuurlijk heel goed bezig met elkaar om je daar een soort hangouderenplaats te gaan creëren. Nou, vlak voor de opening heb ik nog even een bewoner tussenuit gehaald. Hoe lang woon je hier nou? Wij wonen vanaf december hier. Midden december, 23 zijn we hier gekomen voor de kerstdagen. Voor de kerstdagen. Ja. Dus u woont als goed is in de lagere gedeelte? Ja, wij wonen aan het begin. Dus de eengezinswoningen. Ja.
Hoe bevalt het? Want het aan de buitenkant ziet het er zo mooi uit, maar hoe bevalt het? Nou, bevalt goed. Het is echt op de toekomst voorbereid. Dus als we straks wat slechter te been zijn, dan alle gelijkvloers. We hebben wel een bovenverdieping. Dat is fijn voor onze kleinzoon als hij komt logeren. Of als onze dochter komt vanuit, die komt buiten de stad. Dan is dat ideaal. Oké, ze hebben het over de duurzaamheid. Merk je dat ook, vind je het echt in de woning terug? Wij vinden dat echt in de woning terug, ja. We kunnen het al wel merken aan, we hebben een slimme meter, heet dat. En dan, daarop kunnen we zien dat het aanzienlijk scheelt in kosten. We zien de zonnepanelen. Ja, dus dat is ideaal. We hebben natuurlijk wat voor je. Ja, natuurlijk voor de portemonnee. Maar kijk, we hadden van voor je natuurlijk heel veel zon gehad. Kijk, en dan doen die dingen fantastisch dienst. Hè? Met de koude winter, met heel veel vorst. Dan zeg je wel misschien. Maar dat weten we nog niet dus. Want we hebben een hele goede winter gehad. Niet al te streng. Dus helemaal niet eigenlijk. Dus wat dat betreft, voor de verhuizing was het ideaal. En dus je kan ook nog niet echt zeggen van, als je een strenge winter hebt, wat het dan nou het rendement is, hè? Ja. Maar de voorspellingen zijn natuurlijk heel positief. Ja. Nou, wij gaan nog even genieten van de rondgang hier. En in ieder geval bedankt voor het interview. Ja, heel graag gedaan. Het bevond ons hier prima. Nou, dat wil ik graag horen. Goed. Ik ga nog een hele blijer bewoner even feliciteren met het wonen hier. Sinds wanneer woont u hier? Nou, ik woon hier nog niet. Ik ben nog steeds bezig. U bent, u bent een van de appartementen die in april zijn opgeleverd? Ja, klopt. En wanneer gaat u over? De 24e. Oh, dat is daar heel snel. Er zitten nog 10 kasten in elkaar zitten. Dus, en dan verder voor de rest de boel over verhuizen. Ja, is natuurlijk mijn vraag van hoe groot zijn de appartementen? Hoeveel slaapkamers heeft het? Één kleine. En dan één behoorlijk ruime. Een flink balkon, mooie woonkamer, eetkamer en keuken. Oh. Wc en dan nog een berging. Ja, en want ik kom alleen vaker in dat soort huizen. Heeft u dan ook een speciale badkamer en ook nog een gasten-wc? Of is dit een badkamer en wc in één? Dit is in één, ja. Oké. Maar u heeft er heel veel zin in? Ja, alleen het duurt nog even. Hè. We zijn al zo'n beetje 6 weken straks bezig. Dus. Nou, dan wens ik u. Het komt allemaal goed. Oké, dan wens ik u heel veel woongenot. En zoals nu lijkt, weer heeft u sowieso mee. Veel plezier. En een lekker pilsje erbij. En dan komt het wel goed.